Plopper de plop! En wat je echt bent, daarover zwijgen we. Welkom bij een nieuwe aflevering van Punch Out Battles, powered by Blue Rotterdam, mede mogelijk gemaakt door Peter Akkerman, de Cartier specialist, Coffeeshop, De Boel en RSCW. Publiek, zijn we active vandaag of wat? Yeah! Naast mij... Dat is de Brit, Time Lady. Als mijn hand omhoog gaat, weten de MC's, de tijd zit er bijna op. Ex noemde onze sponsoren al, shout-out naar hun, ook shout-out naar de mensen thuis. Maar ik weet, als je nu kijkt, is er een kans dat je nog niet hebt geabonneerd op ons kanaal. Dus beweeg je vinger, abonneer nu, want er komt nog veel meer toffe content dan de huidige battles online. Yes, sir. Rapper aan mijn rechterkant, stel jezelf voor, man. RC033. Rapper aan mijn linkerkant. Mana, Team België, Leuven. Shout-out naar mijn mama, naar mijn zus. RPOB, dank jullie om hier te zijn. Hey, boys, hebben jullie al gesloten? Hebben jullie besloten wie gaat beginnen, boys? We hebben nog niks besloten, nee. Kop of munt? Kop. En het is? Muntje. Jij mag het zeggen. Ja, laat beginnen. Alright. Is the time ready? Yes. Eerste ronde. Let's ben go. Ben ik verstaan? Nee? Ja, oké. Okay. Jouw teamcaptain is vast niet nerveus. Hij heeft je gekozen omdat bij jou iedere bal landt. Maar niet heus. Ik bedoel, je praat Vlaams, woont in Leuven en zit in Team België. Wauw, deze gast had veel keus. En op Soundcloud rapt hij Engels omdat niemand hem begreep in het Vlaams. Ik heb nieuws voor je. Je bent nog steeds niet te verstaan. Hij is heel en die fanatiekeling. Nee, Kill, dit is niet jouw ding. Ex kijkt vol schaamte rond en dappere Brit maakt handgebaren als niet bekend. En moedeloos het eiken in de edit, maar een beat erin. Met ondertiteling. Jouw hele levensstijl is een fantasie, een soort van addiction. Alles is nep en suspicious. Je clips zoet en je bitches. En dan is serieus genomen worden je mission? Veel succes in Team Fiction. En hij is hier om mij te murderen? Zo overbodig. Kill, ik ben morbide obesitas. Om dood te gaan heb ik jou niet voor nodig. Dit is RC de dikste. Dat heb ik niet verzonnen. All you can eat. Dat heb ik afgedwongen. Deze battle was al over voordat hij was begonnen. En nou opschieten, want ik heb fucking honger. Fast food. Yeah. Yo, kan iedereen mij verstaan? Hi. We hebben RC versus Mana. Bitch, als jij een pruik opzet en op een scooter gaat zitten met je vriendin, dan lijken jullie op Rinus en Romana. X, die was niet je beste plan. Als je wilt experimenteren, fijn, maar hou dat dan in het lab. Want waar komt een gemuteerd groentje als hem nog vandaan? Oké, hij heeft meer battle-ervaring dan ik, dat is waar. Maar als jij denkt dat dit jouw doorbraak wordt, bitch, dan ben jij niet goed, Snik. Jij bent gewoon een mislukt experiment van excellent en nu zit je in een pikkel, Rick. Boy, ik ben gemeen, vooral gemeen, mijn gemeenigde niet. Maar ik meen wanneer ik zeg ik vind dat jij een bitch bent en ik ben de enigste niet. Ik ben een enig genie. Denk voor twee, steek de koppen bij elkaar als een Siamese tweelingenteam. Jij krijgt meer harde punches dan een bokser in de ring. Meer van deze rechts dan van links als in de fucking politiek. Zoveel hooks en jabs in je ribben en gezicht. Wanneer deze shit op YouTube dropt, dan gaan we nog eens lachen. Want de naam van deze battle wordt gewoon Mana's Greatest Hits. Damn, dit is nu al geschiedenis. Maar elk schot dat jij schiet is mis. Fucking stormtrooper. Hoogmoedig voor de val, maar de enige clips die jij shoot zijn battle bloopers. Nee, je bent het laxeermiddel in de cocktail op elk feestje. Een partypooper. Nee, je bent een overpriced lelijk automodel. Een fucking dikke Mini Cooper. Ronde 2. Let's go. Mana, de homofiele versie van Kama.
Geen punchline voor ditte. Geen punchline voor ditte. Hem s'nachts tegenkomen in een park? Yep, dat is even schrikken. Geen David de Bos kabouter, maar Mana de Bos flikken. Nee, kijk. Mana is een Latijnse naam voor een van de vrouwelijke geslacht. Dus toen ik hoorde ik moest tegen Mana, had ik een vrouw hier verwacht. Mijn materiaal ging dus over hoe ik een chick zou handelen. Raar dat hij een man bleek te zijn, maar ik niks hoefde te veranderen. En ik hoorde jij hebt een hormonale afwijking en dat vind jij een avontuur. Overdag een beetje aan je pik sjorren, met je kutje spelen in het avontuur. Hij vindt zijn intersexen tof, hij vindt dat vuur. Nee bitch, je bent een fout van de natuur. En in mijn battle tegen Frans zei ik, Jesus een mannetje en Frans is het vrouwtje. Ja, en Mana is het allebei, dus hij is een foutje. En dit is seks op zijn Mana's. Zijn mannelijke kant probeert je vreed te nemen. Ondertussen zit zijn vrouwelijke kant een orgasme te faken. En bij zijn hoogtepunt springt hij er bovenop. Plopper de plop! En wat je echt bent, daarover zwijgen we. En wat je echt bent, daarover zwijgen we. Want net als fiction ben je nog steeds aan het twijfelen. Ronde 2. Ricky Koert. Hold it down. Ricky Koert. Let's go. Dat is dus je echte naam? Wauw, respect naar je ouders. Maar dat is echt een slechte naam. Ik bedoel, Excel, ik hoop echt dat jij het meeste wordt betaald. Want anders openen we een bestandje en toon ik hoe je een optelsommetje maakt. Want deze shit gaat niet gelijk op. Buiten het feit dat deze jongen zichzelf aftrekt op mijn muziek, wordt dit niet meer dan een simpele rekensom. Kijk, ik los hem op en ga de vloer met hem dweilen. Flow ongestoord voort als een Franse wijnboer op de scène. Dit is niet te vergelijken. Combo moves vallen uit de lucht als regen en zijn dus niet te ontwijken. Jij bent zo'n ondermaats rappertje. En hoewel je eruit ziet alsof je 40 bent, werk je volgens mij nog als een onderbetaald jobstudentje in een kebabzaak niet al te ver van je favoriete biertentje. Jij bent chronisch misselijkmakend, ventje. Misschien is het een aangeboren handicapje, want jij wordt nooit goed. En in jouw toekomst zie ik ook geen beterschap. Ik ben dan wel wat aan de magere kant, maar jouw anorexia-bars die wegen niet door, want je worstelt zelf met obesitas. Eerlijk, doet jouw brein geen pijn? Denkend dat het maar één lichaam moet voeden terwijl jij er eten in stopt voor vijf. Dat is een soort psychotische diabetes, Rick. Zo'n ziekte waarbij de dokters niet meer zeker zijn of het een persoonlijkheids- of een eetstoornis is. Maar kijk, hier zit het verschil. Ik ben heel dun en jij bent gewoon fucking dik. En daarbij wat jij vertelt zijn ongeloofwaardige kinderverhalen, maar zelfs die zijn niet echt slik, Rick. Dus doe je mond open en rap maar. En dan gaan we zien of het publiek die shit slikt. Dank. Alright. Ja, fuck it. Derde, laatste ronde. Hold it down. Derde Mana. Ronde, en let's go. Mana, oftewel Loïc van der Vijken. En weten jullie wat er niet ruimt op Loïc van der Vijken? Kut, Belg. Hij zegt in een track, waarom is iedereen zo gefocust op geld? Ik heb vaste lasten die niet dalen, ben aan het sparen zodat mijn kinderen een diploma kunnen halen. Mana, wat denk je zelf? En dan kan je blijven klagen en blijven balen, maar de enige reden dat jij zo bitcht, is omdat je zelf niks kan betalen. En vol trots komt hij het land vertegenwoordigen waarin hij leeft, maar deze teef speelt of safe en vertelt dus niet dat hij een uitkering heeft. Dus hoe de fuck ben jij een trotse Belg en klaag je over geld? Dat vind ik overdreven, neef. Hoe de fuck kan je trots zijn op jezelf als je bijt in de hand die je te eten geeft? Even wat anders. 10 minuten voor deze battle zat ik serieus te denken om nog af te bellen. Santios zei me, dat kan je niet maken tegenover die Belgische Pino. Plus ik heb 10 minuten voor deze battle zat ik serieus te denken om nog af te bellen. Zo. 10 minuten voor deze battle zat ik serieus te denken om nog af te bellen. Santios zei me, dat kan je niet maken tegenover die Belgische Pino. Plus, ik heb 5 rondes voor je geschreven en anders krijg ik weer zo'n kutbattle tegen Gino. Dit is RC de dikste, dat heb ik niet verzonnen. All you can eat, dat heb ik afgedwongen. Deze battle was al over voordat hij was begonnen en nou opschieten, want ik heb echt fucking honger. Fast food. Let's go. Rickert. Vriend, heb jij ooit al
de film Boys in the Hood gezien? Ja? Dan zou je toch moeten weten op welke manier dat die film eindigt. Net als jij hier, RC, met een hele triestige scène waarin Ricky sterft. Ricky, ik zie door jouw fictie. Jij kan wel hard doen, maar lijkt op een cartoon en dan denk ik aan Disney. Geef jou de platte hand of de handschoen, want jij bent de Mickey. Maar zet Ricky in een roze tutu en trek hem een strik rond de kop en dan lijkt hij op Minnie. Want ik kan jou zo de das omdoen, zoveel bloed uit jouw nek. Ja, het lijkt wel een hickie. Maar eerlijk gezegd, jij hebt iets weg van een Mexicaan, een Aziat en een nijlpaard. Wacht. Misschien is dat de rode draad die ons leidt naar de vraag waarom jouw vrouw een prematuur geboren kindje baart. Nu, dit is geen haat, Ricky, maar dat is wel jouw zaad. Dus deze is voor jou, maat. Ik vind het ironisch dat jij in je POB-video naar Mitch vraagt. Mitch? Over wat zou die battle zelfs gaan, snol? Over wie het meest seks kan hebben met een troll? Of wordt het een wedstrijd om wie het luidst kan schreeuwen als een mongol? Kijk, eigenlijk zijn jij en Mitch helemaal niet zo verschillend. Want jullie zorgen nu toch allebei voor een meisje met een chromosoom minder. Geef het op voor deze battle, man. Geef het op. Yes, sir. Abonneer op ons kanaal, Punch Out Battles. Shout-out naar de sponsors, Blue Rotterdam, Peter Akkerman, de Cartier Specialist, Coffeeshop De Boel, RSCW en volg mij op Twitch, Most Excellent One.